Welkom aan de Archeotoog, een podcast over archeologie in Vlaanderen. Erfgoedonderzoeker Hilde Verboven en archeoloog Erwin Meilemans praten tussen pot en pint met kenners over een van de meest tot de verbeelding sprekende periodes uit de geschiedenis, de Dark Ages. Vandaag aan onze toog, archeologen Sophie van Houten en Vince van Tienen. Dat ultieme einde van Oudenburg, dat is zeer moeilijk te grijpen. Het is eigenlijk een heel complexe periode. Er zijn meerdere indicaties waardoor ik echt geloof in een gewelddadig einde. Je moet je dat misschien een beetje inbeelden als Game of Thrones. In deze aflevering trekken we naar het West-Vlaamse Oudenburg, anno 400 na Christus. We beleven de laatste stuiptrekkingen van een Romeins legerkamp en het begin van de donkere middeleeuwen. Maar waren de Dark Ages wel zo donker? Vielen we echt in een zwart gat? En hoe zat het met de plotse inval van de barbaren? Wij brengen licht in de duisternis, hier aan de Archeotoog. Welkom allemaal aan de Archeotoog. Ik ben Hilde Verboven. En ik ben Erwin Meilemans. En vandaag zijn we te gast in het charmante café van de Heemkring Wissekerke in Basel, genaamd De Drie Klakken. En wij gaan het hebben over een periode die zijn naam misschien wel gestolen heeft. De Dark Ages. Ja, inderdaad. De vroege, donkere middeleeuwen. Het is rond 400 na Christus, de late Romeinse periode. En het machtige Romeinse Rijk heeft te kampen met burgeroorlog, ziekte, klimaatsverandering, plunderende barbaren en Germanen. En plaatselijke krijgsheren die lustig oorlog voeren, met als gevolg vervallende steden en dorpen en het volk dat wegtrekt. Of dat is toch ons beeld? Oei, dat klinkt allemaal niet zo goed. Over de overgang van de Romeinse tijd naar de middeleeuwen is maar weinig geweten. Maar was het allemaal wel kommer en kwel? Onderzoekers hebben de laatste jaren niet stilgezeten en zij denken daar toch anders over. En daarvoor trekken we in deze aflevering naar Oudenburg, waar er destijds een heel belangrijke Romeinse versterking stond. Erwin, ik zou graag iets voorlezen. Een ooggetuigenverslag over Oudenburg uit de 11e eeuw. Ik ga jou niet tegenhouden. In dit Vlaanderen werd met de ijver van de oude een beveiligde en sterke burcht opgericht die, gelegen langs de oevers van de zee, haast onvermijdelijk herhaaldelijk aangevallen werd door barbaren van de eilanden. Werkelijk, in die tijd was die burcht Aldenborgt de hoofdplaats van heel Vlaanderen. En zoals ik hiervoor gezegd heb, was ze van bij het begin zeer beroemd en uiterst versterkt met muren en bolwerken, opgetrokken met zware en uiterst sterke stenen. Dit is een getuigenis van een monnik uit de abdij van Oudenburg die in de 11e eeuw de restanten van het Romeinse fort van Oudenburg gezien heeft, aan de rand van de Vlaamse kustvlakte, dus waar vandaag ongeveer de E40 van Jabeke naar Frankrijk loopt. Dus toen waren die muren van dat fort nog wel heel goed zichtbaar. Sophie, was dat een beetje overtuigend als een middeleeuwse monnik uit Oudenburg gebracht? Of, dat was het Vlaams accent, mocht er een beetje in. Ja. Of een beetje Latijn misschien erbij. Ziezo, dus Sophie is ook al even aan het woord geweest. Maar misschien, Hilde, kan jij onze gasten even kort voorstellen? Ja, Vince van Tienen. Jij bent archeoloog aan de Universiteit van Gent. En jij schreef, als ik mij niet vergis, in 2016 een doctoraat over de laat-Romeinse periode in Vlaanderen in het kader van een ruime project dat ging over de opkomst en het verval van het West-Romeinse Rijk. Klopt. Sophie, jij bent archeologe bij het Agentschap Onroerend Erfgoed en de Universiteit Gent. En jij deed belangrijke opgravingen in Oudenburg en schreef daar ook een doctoraat over, mm-hmm. dat je momenteel herwerkt tot een boek dat nu eigenlijk bijna klaar is. Ja, inderdaad. Het is dus al te bestellen, dacht ik. Hè? Ja. Dus we zullen in de show notes de link plakken. Ja. Dus proficiat. Dank in ieder geval. Dank u. Ja. Welkom allebei. Ja, dankjewel. We zitten hier niet in een Romeinse villa, maar toch ook een charmante plek, denk ik, om ons gesprek te voeren. Zeker, dus, fijn om hier te zijn. Ja. En we zijn hier dus vandaag om onze reeks over de Dark Ages af te trappen. Maar dan kunnen we eigenlijk niet anders dan beginnen met The Fall of the Roman Empire. Tegelijkertijd de titel van een beroemd boek van Edward Gibbon, of boeken. Ik weet niet, 1000 pagina's dik, Vince? Het exacte pagina-aantal weet ik niet, maar het is heel lijvig. Dat deed al van de 18e eeuw. Klopt. Maar het is eigenlijk een boek dat nog altijd wel ons denken bepaalt van die late Romeinse periode eigenlijk een beetje. Ja, klopt zeker. Die persoon heeft er ook, als ik me niet vergis, een 12 à 15 jaar over gedaan om het te schrijven. Dus het was even moeilijk te schrijven als te lezen, blijkbaar. En we spreken dan van die periode vanaf het einde van de vierde, of van de loop van de vierde en de vijfde eeuw na Christus.
Ons ankerpunt vandaag is het militaire kamp van Oudenburg, waar er heel interessante dingen gebeurd zijn, maar ook de rest van Vlaanderen, wat dat onderwerp was van Vincent, doctoraat. Maar eigenlijk, om te beginnen, moeten we misschien toch nog een beetje verder terug. Niet de prehistorie, daarvoor kan ik reclame maken voor onze andere vier afleveringen. Maar het Romeinse Rijk in Vlaanderen op zijn hoogtepunt misschien. Misschien kun je gewoon qua inleiding even kort schetsen wat dat, die Romeinse periode in Vlaanderen, hoe dat eruit zag. Ja, ik zal het proberen beknopt te houden, want er is natuurlijk heel veel gebeurd. Dus als we als een sneltrein eventjes doorgaan, moet je eraan in het achterhoofd houden dat de Romeinen dus voor de eerste keer in de eerste eeuw voor Christus eigenlijk in onze streken aankwamen. En dan zijn ze nooit meer weg geweest. Ze hebben altijd invloed blijven inwerken in onze gebieden. En vanaf ongeveer het midden van de eerste eeuw zien we dat dat in een stroomversnelling komt. We zien dat er eigenlijk veel meer middelen in onze regio's gepompt worden, dat de economie veel beter gaat, dat er een grote bloei is, de bevolking neemt toe. Eigenlijk is het dan, zogezegd, de hoogdagen van het Romeinse Rijk hier bij ons, zoals dat we het stereotype beeld kennen. Wat we exact in de archeologie echt kunnen gaan zien, wat er wezenlijk verandert, is dat de mensen in plaats van kleine familieboerderijtjes echt gaan naar grotere complexen. Die Romeinse villa, die als eerste doel had om eigenlijk veel meer te gaan exploiteren, veel meer te gaan landbouwproducten gaan maken, om te verkopen, om te verhandelen. Dus niet meer enkel voor eigen gebruik gaan doen. En dat maakt toch wel een heel groot verschil met hoe dat we de bewoning in onze regio... Ervoor leefden eigenlijk. Ja, klopt. Ja. Dus ja, in die tweede eeuw zien we dat, omdat er juist ook veel meer economisch kan en die bevolking echt wel toeneemt, zien we dat er ook heel veel nieuwe soorten nederzettingen onder invloed van dat Mediterraanse, van dat Romeinse komen. En we krijgen hier de eerste steden, denk bijvoorbeeld aan Tongeren, die gaan ontstaan. Maar we krijgen ook op heel veel plaatsen langs rivieren of op kruispunten van rivieren en wegen, krijgen we zogenaamde centrale nederzettingen. In het Latijn noemen we dat dan vici, een vicus. Zoals bijvoorbeeld die in Kortrijk of in Assen of in Elewijd of Grobbendonk. Waren die eigenlijk doorheen heel onze regio wel goed verspreid. Dus we moeten ons zo'n beetje een beeld schetsen van de hoogdagen. Maar op dat moment echt wel zo een heel banaal moderne maatschappij, hè, met tax, met een centraal bestuur, met wegen die aangelegd worden. Klopt. Met een heel uitgebreid militair apparaat ook. Dus echt wel een georganiseerde maatschappij eigenlijk. Klopt. Centraal aangestuurd. Ja. En zoals dat we eigenlijk altijd een beetje zien, omdat er hier in de provincies, zogezegd een buitenhoekje van het Romeinse Rijk, wel gedurende 100, 150 jaar heel veel welvaart was... Ja, dan kwamen hier ook meer rijke mensen, meer mensen met macht, politieke macht. Het wordt ook wel eens de gelukkigste periode van de mensheid genoemd, hè? Dat weet ik niet zozeer. Het blijft nog altijd een dictatoriale staat. Ja. Dus, maar alles lijkt van een leien dakje te gaan. Ik heb daarom mensen rijk op dat moment, in de tweede eeuw. Dat is echt een bloeiperiode, blijft dat ook zo? Niet zozeer, want net op het moment dat er hier dus heel veel macht begint te komen... begint natuurlijk ook een beetje de ontevredenheid te groeien. En net zoals we vandaag de dag ook wel merken in een complexe staatsstructuur, is de mensen die hier leefden, die hadden de indruk dat ze in Rome eigenlijk niet zo heel erg met hun inzaten en dat hun belangen niet behartigd werden, om het zo te zeggen. Dus we zien dat er vanaf het einde van de tweede eeuw en het begin van de derde eeuw eigenlijk heel veel mensen niet meer tevreden zijn. En een groot onderdeel daarvan is wel niet onbelangrijk, want dat is het Romeinse leger. En hoe weten we dat? Want er was nog geen Twitter. Nu is het heel duidelijk wie daar allemaal ontevreden is. Maar, Klopt. Ja. Dit weten we voornamelijk uit historische bronnen, hoe dat het zo zit. Maar ook uit maatschappijmodellen en dergelijke die we kunnen reconstrueren op basis van historische en archeologische data. Om te gaan zien hoe het zit. Maar voor dit specifiek iets hebben we het voornamelijk uit historische bronnen. En we zien dat het leger eigenlijk niet tevreden is. En zo komen we in de derde eeuw toe... waarbij dat de soldaten eigenlijk het heft in eigen handen nemen en gaan zeggen, kijk, als het in Rome hun toch allemaal niks kan schelen en we hebben onze laatste drie keren loon al niet meer gehad, we zijn beu, wij vinden dat onze generaal dat niet slecht doet en wij roepen onze generaal uit tot keizer. En zo ontstaat eigenlijk een periode van een goede 50 jaar, waarin dit continu gebeurt in verschillende provincies, in verschillende delen van provincies, waarin dat legereenheden die opgemaakt zijn uit mensen uit die provincies, en dus mogelijk ook een beetje politieke steun hadden uit de lokale hoek, dat eigenlijk hun officieren, hun generalen gaan uitroepen als tegenkeizer. Zijnde van,
De echte keizer, die is geen echte keizer meer, want die doet niet zoals het moet. En wij gaan onze keizer naar voren schuiven. En zo krijgen we dus eigenlijk een grote crisis, noemen we dat tegenwoordig. Dus niet meer het verval in de derde eeuw, maar de crisis van de derde eeuw. Die voornamelijk gekenmerkt wordt door burgeroorlog. Ja, burgeroorlogen en opstanden intern, maar ook aan de grenzen van het Romeinse Rijk. Dus toen ook al eigenlijk invallen van andere bevolkingsgroepen of druk op de grenzen. Oosten, ja. En we zien eigenlijk na de dood van een zekere keizer Severus Alexander in 235, dat die crisis alsmaar duidelijker wordt. En we zien dat ook tot uiting komen in een reeks van soldatenkeizers. Tussen 235 en 284 zijn er maar liefst 50 keizers die elkaar afwisselen. Dus een zeer sterke, zeer snelle afwisseling van de macht. En die ook elkaar bestrijden eigenlijk. Die ook soms hun eigen grondgebied hebben. Ja. En ten nadele van iemand anders en eigenlijk echt effectief oorlog gaan voeren. Ja. En dan in 260 is er iemand die zegt, dit moet veranderen. En dat is Postumus. Hij is eigenlijk opperbevelhebber van de Rijnlegers. En hij laat zich door zijn leger uitroepen tot keizer. En hij richt eigenlijk het Hallische Rijk op. En in 269, als ik me niet vergis, wordt hij zelf alweer vermoord. Maar zijn eigen troepen. Ja. Dus het kantelt zo snel. Je moet je dat misschien een beetje inbeelden aan een... mensen die zich dit moeilijk inbeelden, een beetje zoals Game of Thrones. Mm-hmm. Ja. Eigenlijk krijg je op een heel korte periode heel veel mensen die snel aan de macht komen, maar ook weer snel verraden worden. Eigenlijk was dat niet zo'n leuke job om door je leger als keizer uitgeroepen te worden, want de kans was groot dat je laatste jaar was aangekomen. Er zijn niet veel die oud geworden zijn. Nee, klopt. Of hebben overleefd zelfs toen nog. Dus dat is een periode ook van heel grote politieke instabiliteit en komen en gaan van keizers. Ja. Maar ook van... een echte periode van zware Germaanse invasies ook. En er wordt als melding gemaakt in de geschreven bronnen dat er een 60-tal van de belangrijkste steden in vlammen opgaan. En dat er heel wat van de forten aan de Rijnlim is, aan de noordelijke Rijngrens, dat die eigenlijk bekampt worden en vernield worden. Dus het gaat er wel heel slecht aan toe. En zien we dat archeologisch ook in Vlaanderen? Is er een ontvolking op dat moment in Vlaanderen, in die derde eeuw, die crisis? Heeft dat een impact en zien we dat ook archeologisch? Of? Wat we in Vlaanderen en in Noord-Gallië in het algemeen zien, wijkt een klein beetje af van waar dat de meeste historische bronnen van spreken. We zitten hier wel in een achterhoek, om het zo te zeggen. Dat betekent ook dat er heel weinig tactisch interessante plaatsen zijn. Germaanse invasies is een cultureel fenomeen van Germaanse volkeren, waarbij dat jonge mannen zich verzamelen in kleine groepen om hun lef en durf en hun eer te gaan tonen. Dus als we denken aan dat soort invallen, die gaan geen steden aanvallen, want dat is altijd maar een klein aantal groepjes mensen. Waar we eerder aan denken, in de derde eeuw, moeten we het weer gaan zien in kader van een burgeroorlog. En veel van die Germaanse invallen zijn eigenlijk gefinancierd door de keizer uit Rome. Ja. Die werden eigenlijk betaald gewoon om het andere lastig te vallen. Ja, klopt. Zodat er daar verdeeldheid kan gezaaid worden binnen de provincie, maar ook dat de keizer in Rome een excuus heeft om nog meer middelen en geld te gaan vragen om daar de zaken op orde te zetten. Want het is nu toch wel te veel als zelf al die Germanen al kunnen binnenvallen. Ja. Nu, als streken worden aangevallen, kan ik me inbeelden dat de Romeinse keizer ook reageerde. We moeten misschien die grensgebieden wat gaan versterken. Dat heeft ook een impact gehad op die grensverdediging. Het woord is al gevallen, de limes, de grensverdediging. Hoe zag dat eruit? Was dat hier ook in Vlaanderen? Had dat hier zijn impact? Wel, het Romeinse Rijk, de noordgrens aan de westkant, wordt gevormd door de Rijn. Dus die was al vanaf de eerste eeuw uitgerust met verschillende forten, die op regelmatige afstand van elkaar geplaatst werden, waar dat er patrouilles konden gebeuren. In de gunstige periodes was dat wel een doorlaatbare grens. Meer een economisch centrum. Ja, inderdaad. De rol van het leger kan je een beetje inbeelden als een douane-service. Ja, inderdaad. Ja.
Ik had nog een vraag over die derde eeuw. En we hebben ook die figuur van Carausius, die we ook het verhaal van Vlaanderen kennen. Ik zie Sofie al haar standen is inzetten. Dat is een beruchte figuur, hè. Ja. Maar was die bijvoorbeeld ook... hij was dan keizer van het Britse Rijk, zo echt, maar dat ging ook naar de Noord-Franse kust. Ja. Ging hij tot in Oudenburg bijvoorbeeld ook? Nee. Hij heeft volgens mij niet in Oudenburg gezeten. Maar Carausius, ondertussen kent het publiek hem wel al een beetje van het verhaal van Vlaanderen. Maar dat was dus een Menapier. Iemand van bij ons. Een West-Vlaming? Ik denk dat wel. Chauvinistisch. Hij kwam dus van hier en dat was iemand die hoog in het Romeinse leger was opgeklommen. En in 286 krijgt hij van keizer Maximianus de taak om de zee vrij te maken van de piraten. De zee van de Germaniae. De Germaanse volkeren waren dus al ver doorgedrongen eigenlijk. Maar hij gaat datzelfde jaar... Ja, er is veel gemor van zijn troepen tegen de keizer. En hij gaat daar eigenlijk op... Dat is eigenlijk een van die soldatenkeizers die eigenlijk een deeltje voor zichzelf toe eigent. En hij richt nu het Britse Rijk op. Dat is vooral Engeland en nog een stukje Noord-Frankrijk erbij. Maar ik geloof niet dat hij in Oudenburg geraakt is. Oudenburg was heel duidelijk een fort van het officiële gezag. Maar ook met hem loopt het niet zo goed af, dacht ik. Hè? Nee. Dus, hij wordt ook een kopje kleiner gemaakt. In 293 wordt hij vermoord. Ook weer door zijn eigen troepen. Het is hier een beetje het Wilde Westen van het Romeinse Rijk. Ja. Ja. We zitten ondertussen al aan de kust. Maar misschien moeten we toch eens qua inleiding ook het fort van Oudenburg zelf korte geschiedenis doorlopen. Kort schetsen, Sofie. Ja, ik ga dat proberen zo onmogelijk te doen, want ik kan daar uren over vertellen. Ja, jij bent daar ook archeoloog. Je hebt daar je opgravingen gedaan. Welkom bij deze 4 uur durende aflevering, dames en heren. U kan mij boeken. Wel, Oudenburg, ik zal eerst eventjes vertellen. Ja, ligt dat eigenlijk, dat Oudenburg? Dat ligt ongeveer... kustvlakte, vermoed ik? Ja, dat ligt ongeveer centraal tussen Brugge en Oostende. En nu ligt dat ongeveer 8 kilometer van de kust verwijderd. Maar vroeger was dat een heel ander verhaal. Vroeger lag dat aan de rand van de kustvlakte, de Romeinse kustvlakte. En hoe moeten we dat zien? Dat was zeker geen volle zee tot aan Oudenburg, helemaal niet. We moeten die kustvlakte zien als het huidige Zwin of het verdronken land van Zaftingen. Dus achter zo'n Slikken- en Schorregebied. Dat die eigenlijk diepe binnenland in komt. Ja, doorsneden door getijdenheulen. En die getijdenheulen waren bevaarbaar. En een van die grote getijdenheulen liep dicht bij langs Oudenburg. Dus Oudenburg was eigenlijk gelijk. Dat komt een beetje een haventje dan. Ja, inderdaad. En zo is dat een beetje ontstaan. Dus Oudenburg zelf, die locatie, dat was eigenlijk het einde, de uitloper van een hoge zandrug. En die hoge zandrug boorde als een schiereiland in die kustvlakte. Wat een ideale ligging. Heel strategisch, hoog en droog en met een prachtig uitzicht. Dat moet een prachtig uitzicht geweest zijn over die kustvlakte, van waar ze eigenlijk tot ver konden alles overzien. Dus militair strategisch interessant. Ja. Maar het begint eigenlijk rond het midden van de eerste eeuw met een nederzetting die daar wordt... Maar het is eigenlijk die grootste bloei begint eigenlijk pas in de late tweede eeuw, wanneer dat ook het Romeinse leger dat als ideale uitvalsbasis kiest. En daar neerstrijkt en dan... En daar een castellum opricht. Een castellum, dat is eigenlijk een fort van ongeveer... Ja, in Oudenburg is dat ongeveer 150 op 180 meter. En dat is zo die afmeting, 150 op 150 ongeveer, dat is die standaard afmeting voor een legereenheid van ongeveer 500 man. Dat staat tegenover een castrum, een legioenskamp, dat is voor een heel legioen van 5000 man. En zo'n castellum. En wordt daar ingeplant late tweede eeuw. En waarom is dat eigenlijk? In het begin van de jaren 170. Dan zijn er invallen van de Gauki uit Noord-Duitsland.
Maar die Rijnlimes en die Rijnmonding en die Nederlandse kust, die zijn al goed uitgerust met forten. En ze gaan die eigenlijk gaan passeren. En ze komen via uit. Via de zee gewoon. Ja, en ze komen via de zee. En de eerste reactie is daarop, is de oprichting van het kamp van Maldenham-Vaken. Kort daarop wordt dat kamp opgevolgd door een fort in Aardenburg, rond 180. Kort daarna hebben we de oprichting van het fort in Oudenburg. Mm-hmm. Aardenburg, Oudenburg, ze zijn zo gelijkend, in alles zo gelijkend. Ze zijn verbonden met een Romeinse weg, de Zandstraat. En ze liggen ongeveer 30 kilometer van elkaar verwijderd bij de forten. En dat is eigenlijk gewoon één lange dagmars. Mm. En dat is eigenlijk zo'n beetje het begin van een kustverdediging in onze streek. Er zijn verschillende fasen van dat fort in de loop van de derde eeuw. Ja. Maar de meeste ervan zijn echt houten forten. Hè? Dat is eigenlijk bedoeld om eigenlijk tijdelijk daar aanwezig te zijn, die forten. Ja. Dat dachten we in het begin. Al vanaf de tweede eeuw werden permanente forten standaard in steen opgericht. Dus ja, logische conclusie. Dat zullen tijdelijke stellingen geweest zijn. Wat dat we gevonden hebben, zegt wel iets anders. Dat toch wel langdurige occupaties geweest zijn. En ik denk dat het eerder gewoon een economische beslissing was om in Oudenburg en Aardenburg te kiezen voor hout en aarde. Want in onze streken was er amper natuursteen. Ja. Waar dat we, het was te duur metaal. Het was gewoon veel te duur, die Doornikse kalksteen. En moeten we dan aangevoerd worden? Die forten zien als echt in dat fort de soldaten en in die nederzetting erbuiten dan gewoon de rest van de bevolking die dat fort ondersteunt qua zeker, economische... Zeker in het begin of met landbouw ondersteunt, met voedsel, met... Zeker in het begin wel. En het is zo dat die vicus, die nederzetting, die groeit en bloeit vanaf de komst van het leger rond dat castellum en gaat hij eigenlijk heel die zand terug innemen. Eigenlijk, echt een aantrekkingspool ook. Ja. En eigenlijk... is dat een win-win voor beide. Hmm. Het kamp profiteert van de handel, van het hele gebeuren in de nederzetting. En in de nederzetting, kunnen ze... Van de bestellingen vanuit het fort. Is het fort een perfecte afzetmarkt. En ook van de families die leven in die nederzetting. En misschien moet ik heel eventjes schetsen hoe dat eigenlijk gekomen is met archeologisch onderzoek. En hoe dat we dat eigenlijk... Ja. Wel, het is eigenlijk Jozef Mertens die het castellum van Oudenburg heeft ontdekt. En wanneer was dat dan? Is dat recent? In de jaren 1950. Ja. Het was al heel lang geweten dat er daar wel iets moest zijn in Oudenburg. Ja, via die monnik onder andere. Ja, die monnik. Maar je ziet ook aan het stratenpatroon, dat heeft zo'n merkwaardige vierkante... Stratenpatroon volgt eigenlijk de muren van het fort nu. Niet, het weerspiegelt dat wel, maar dat stratenpatroon is iets ruimer. Ah, ja, okay. En dat is eigenlijk, dat gaat terug op het gebruik van als steengroeven. Hm. En eigenlijk de straten die rond die ruïnes van die muren werden aangelegd. Zeg maar, dat wil dus eigenlijk zeggen dat Oudenburg over dat fort heen is gebouwd. Ja. En dat fort nu niet meer te zien is. Mag ik dat zo interpreteren? Dat is volledig... Wiekus is verdwenen, is verdwenen. Ja, we zien... Dus dat nu, als je nu Oudenburg bezoekt, is daar niks materieels meer van herkenbaar. Nee. Bovengronds zijn we alles kwijt. Hm. En als we dan kijken in Zuid-Engeland, hier zien we die machtige forten zoals Portchester, Pevensey, Ridgeborough. Wel... Of ook de forten bij de muur van Hadrianus. Ja, inderdaad. Wel, zoiets stond in Oudenburg. Ja. Dat is echt... Dat is... Dat moet je proberen naar je voor te stellen. Dat is ongelooflijk. Hm. Zo'n machtssymbool dat daar stond. Maar je hebt er ook wel een mooi stukje van mogen opgraven. Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Dat was... In 2001 zijn we met grote opgraving daar begonnen. Omdat er op de zuidwesthoek van het castellum een supermarkt ging worden aangelegd. Dat is het moment voor een opgraving. Ja, het was dus bedreigd, ging volledig vernietigd worden. Mm-hmm. En we hebben eigenlijk die chronologie van het fort en die ontwikkeling van het fort helemaal kunnen herschrijven. Heeft dat fort daar eigenlijk lang gestaan? Ja, van de late tweede eeuw tot de vroege vijfde eeuw. Dat was niet ononderbroken? Nee, dat waren vijf opeenvolgende forten eigenlijk. Ja, want er straks al drie houtbouwfasen. Ja.
Maar in rond 260, dacht ik, ook bij die keizer Postumus die we al vernoemd hebben, komt er een eerste stenen fort. Dus die zijn investeringen in zo de bestrijden tegen de piraten. Ja. Laten we zeggen, maakt het een stenen fort komt. Inderdaad, het is eigenlijk keizer Postumus die het stenen fort van Oudenburg heeft opgericht. Ja. En op dat moment eindigt ook de vicus op de... Dus dan speelt zich alles in binnen de muur van het fort af. Ja, het is heel opmerkelijk vanaf die steen in het fortfase dat we plots zien dat de vondsten die wijzen op de aanwezigheid van vrouwen en kinderen plots toenemen. Ja, ook toen al. Ja. Een van de vondsten eigenlijk is onder andere wat er wordt geïnterpreteerd als een borstkolf. Ja. Daar is een stukje over opgenomen in ons depot, want die bevindt zich bij ons in het depot in Vilvoorde. Met Leentje Linders en misschien moeten we daar eens nu even naar luisteren. Hallo, ik ben Leentje. Welkom in Vilvoorde, in het archeologisch depot van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Wij beheren hier meer dan 1900 archeologische ensembles en Oudenburg Spegelaren is daar één van. Het is een vrij grote opgraving geweest. Gelukkig hebben we de contextgegevens gekregen van Sophie en kunnen we eigenlijk heel snel de vondst gaan lokaliseren zonder al die verpakkingen te moeten gaan doorzoeken. Zo, de verpakking is gaan open doen. Hè. Eens kijken. Ik heb het voorwerp zelf eigenlijk nog niet gezien, want het is gevonden in de beginjaren 2000. En dat is van voor mijn tijd dat ik hier werkzaam was. Dus ik ben zelf ook wel benieuwd. Als we dan de vondst eruit halen, die zit nog eens in een vrij groot plexidoosje. Dat is een doorzichtig kunststof doosje verpakt. Het zit ook nog in een mini-gripszakje. Als we het object dan wat meer in detail gaan bekijken, het is op zich niet zo heel groot. Het is 7 centimeter in doorsnede. Het is wat trechtervormig, grijs-crème-kleurig. Er zit een gaatje in. Ja, het lijkt wel echt op een borstkolf eigenlijk. Zelf zou ik het niet direct kunnen identificeren, moesten ze mij niet zeggen wat het is. Het lijkt ook iets dat vrij uniek is, zo'n objecten. Ik heb ook geen vergelijkbare objecten al gezien tijdens mijn werk hier. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat object effectief praktisch gebruikt zou geweest zijn. Als jonge moeder heb ik zelf recent wel in de weer geweest met kolven en borstkolven enzovoort. Het lijkt wel op een borstkolf, het heeft wel die vorm, maar het is natuurlijk van een ander materiaal, het is veel harder. Dus ik vraag me wel af hoe aangenaam dat moet geweest zijn in gebruik. Hoewel aangenaam en afkolven sowieso twee woorden zijn die je misschien niet in één zin kunt gebruiken. Bij de vondst, ook wel heel belangrijk, zit ook het vondstkaartje. En dat is eigenlijk de unieke link tussen, of de cruciale link zelf, tussen het object en de opgraving zelf. Hier staan alle contextgegevens op. Op het vondstkaartje staat ook eigenlijk een eerste identificatie, teut-papfles. Het zit al wel in de richting. Dat is zo de eerste identificatie van wat men toen dacht. Ik zou niet direct per se denken aan een borstkolf. Maar na verder onderzoek, literatuurstudie, raadpleging van experten enzovoort, is men dan tot eigenlijk de juiste identificatie gekomen, die borstkolf. Nu, of dat we dat gaan aanpassen op het vondstkaartje, dat is iets dat we eigenlijk meestal niet doen, dat vondstkaartje aanpassen. Maar in ons collectieregistratiesysteem gaan we natuurlijk wel de juiste identificatie opnemen. Hè. Vrouwen en kinderen, ik verwacht die niet meteen in een fort. Voor mij is een fort een mannenbastion, letterlijk en figuurlijk. Inderdaad. Dus is dat niet wat ongewoon dat daar vrouwen en kinderen rondliepen? En dat was vroeger ook het beeld dat puur een militaire mannengemeenschap was. Ook daar zijn de inzichten helemaal veranderd. En zeker vanaf die derde eeuw zien we dat meer... Ik noem dat meer versterkte fortgemeenschappen, waar dat eigenlijk het familiale leven ook
Ja, dus die soldaten brengen hun families, hun vrouwen en kinderen mee en die... Ja, we zien in Oudenburg wel die speciale situatie dat rond 260, 270 de nederzetting stopt. Je hebt enkel nog het fort. Het is ook dan dat die aanwezigheid van vrouwen en kinderen heel duidelijk wordt binnen de fortmuren. Ja, we hebben kinderschoenen, vrouwenschoenen, heel veel juwelen. Dus het is op die manier dat je merkt dat er ook andere dan mannen in dat fort aanwezig zijn. Ja, door die vondsten die haar binnen. Ja. We hebben die wel ervoor ook al zo met een kleine aantal, maar vanaf dan is dat echt zo exponentiële vermeerdering. Maar van die fortfase, daar hebben we echt bewijs van, die wordt eigenlijk echt wel vernietigd. Hè? Dus dat wordt in rond 1275, dingen. Het zal ook wel met Germaanse invallen te maken hebben. Eigenlijk veel later. Veel later? De verdere studie van de vondsten wijst erop dat dat eerder naar rond het jaar 300 moet geweest zijn. En dat weten we dankzij brandlagen. Er is een enorm dik brandpakket dat het einde van die fortperiode markeert. Ik wil daar misschien gewoon juist een kleine kanttekening bij maken, omdat het is in de traditie nog altijd de navolging van Gibbon, zoals we het eerst gezegd hebben, dat alles dat we telkens van brandlaag zien in die periode, wordt dat geprobeerd gelinkt te worden aan Germaanse invallen. Archeologisch kunnen we niet zeggen waarom dat het gebrand heeft. Het kan ook puur gewoon een stomme, accidentele brand geweest zijn. Maar dat geloof ik niet in Oudenburg. Die brandlaag, er zijn meerdere... argumenten, meerdere indicaties waardoor ik echt geloof in een gewelddadig einde. Ten eerste, bijvoorbeeld, die brand is niet direct geblust. Heel veel vondsten die in die brandlaag zitten, die zijn echt volledig vervormd. Het is precies alsof dat die vondsten op de brandstapel gelegen hebben. Een brand die blijven woeden is. Heel treffend is, in een waterput hebben we een gigantisch aanbeeld gevonden. Een ijzeren aanbeeld, 63 kilo. Om dat aanbeeld te maken, dat kost enorm veel energie en tijd. En dat is een enorme kost. Dat aanbeeld heeft een enorme waarde in die tijd. En waarom smeten ze dat dan toch weg? Dan hebben ze dat gewoon weggesmeten, volgens mij, omdat dat niet in de in vijandelijke handen zou vallen. Het zou kunnen gebruikt worden om wapens te maken tegen hun. Ja. Ze moesten het fort duidelijk vrij snel verlaten. Hè. Mm-hmm. En ze konden dat niet meenemen, die blok. Mm-hmm. En ze hebben dat gewoon in de waterput gedumpt. En betekent dat dan het einde van het fort? Want, maar dan komen we stilletjes aan in de vierde eeuw en dan krijgt het Oudenburg opnieuw een stenen fort. Een nieuw stenen fort eigenlijk. Of een herbouwd stenen fort. Het is een volledig nieuw fort. En aan de noordelijke zijde, de kant van de vijand, komen er extra tussentorens. En we spreken dan van het jaar 320, 330, ook weer een zeer nauwe datering, dankzij dendrochronologisch onderzoek, ophoud van een van de waterputten. We zijn de periode van keizer Constantijn. En keizer Constantijn brengt vrede. Begin vierde eeuw. Die zorgt eigenlijk een beetje terug stabiliteit. Je had heel veel... Herorganisatie. Dat begint al ietsje vroeger. Op het einde van de derde eeuw in het Mediterraans gebied komt die stabiliteit weer terug. Maar het duurt even zeer dat ze hier de gazet krijgen, bij manier van spreken. Dus dat gaat wel een beetje in het hinterland van de mensenrijk. We zien dat hier bij ons het kantmoment ongeveer begin vierde eeuw komt. Maar dan zien we een grotere periode van investering, speciaal in onze côté van het Rijk rond Constantijn. En die gemeenschap in dat fort, is het dan nog altijd volledig binnen het fort? Verandert er daar nog iets? We zien dat een gemeenschap is met familiaal leven. Dus ook vrouwen en kinderen? Ja. Dus echt families, hele families die eigenlijk binnen de muren van dat fort leven. Eigenlijk. Dus we stellen zo'n fort altijd, denk ik, voor van... Allemaal stoere soldaten die staan te oefenen en continu aan het werken zijn. Maar het is eigenlijk meer een grote boerderij bijna. Je moet het meer als een soort van tussenvorm beschouwen, denk ik, voor als we nu gewoon eventjes heel algemeen en kortere bocht, tussen een middeleeuws kasteel en een Romeins kamp, zoals je het stereotype in je beeld hebt. Er zijn mensen die daar wonen en werken. En de hoofdmoot zijn mannen. Maar natuurlijk zijn daar ook zowel familieleden als mensen die daar dus taken uitvoeren, ambachten uitvoeren, dingen voorzien. Dus eigenlijk moet je dat zien als een soort van dorpsgemeenschap, maar dan wel in een
In een militaire setting. Ja. Mm-hmm. En in die vierde eeuw toch ook wel een bloeiende gemeenschap dan eigenlijk. Ja. Het fort van Oudenburg is echt een heel belangrijk fort. Want alles duidt erop dat Oudenburg een onderdeel was van de Litus Saxonicum. En de Litus Saxonicum, dat was eigenlijk zo'n een internationale verdedigingslinie. Oudenburg moet daarbij gehoord hebben. En hoort dus samen in een systeem met die rond de Noordzee. Zuid-Engelse forten. Ja. Ze staan in een verbinding met elkaar. Er zijn duidelijk interacties. We zien vondsten die terugkeren. Maar dat wordt heel duidelijk in die vierde eeuw, dat er een nauwe interactie is. Ja. En toch ook wel luxe, want ik las ook een badgebouw vroeger, met fresco's. Ja. Een badhuis, zeer luxueus ingericht. We hebben wandfragmenten gevonden in exotische steensoorten. Marmers, porfier. Een venusbeeldje dat een nis versierde. Dus die vierde eeuw was eigenlijk een soort luxueuze periode in het fort van Oudenburg? Ja, een badhuis, dat mogen we niet zomaar zien als een plaats waar dat er ter ontspanning werd gebouwd. Dat is de plek waar er wordt gebabbeld. Dat was eigenlijk een symbool van het officiële Romeinse leven, de levensstijl. Mogen we hieruit afleiden dat de militaire functie van dat fort gaandeweg verdwenen is, opgelost, uitgedoofd is? Hoe moeten we dat zien? Nee, dat helemaal niet. Het was een heel belangrijk fort. Het is een heel belangrijk onderdeel, militair gezien, van die verdedigingslinie. Waarschijnlijk loopt dat tot rond 360. En we zien dat er dan een hiaat is in occupatie. En in 380 zien we dat er terug een occupatie is van het fort. Dan is er iets heel merkwaardig aan de hand. Dus die 380, ook weer door dendrochronologisch onderzoek, een heel nauwkeurige datum. En we zien dan iets merkwaardigs. Het badhuis wordt opgeheven. In ruïne gelaten. En die zone van de zuidwesthoek van het fort wordt een zone waar dat dieren, vermoedelijk paarden, op stal staan. Er is volop natuurwetenschappelijk onderzoek kunnen uitgevoerd worden op een van de waterputten uit die periode. En die heeft aangetoond dat die Zuidwesthoek op dat moment een zeer vuile boel is. Een vuile boel vol mesthopen, afval die daar rondslingert, aaseters die erop afkomen. De monnikschier kwam ook af op het afval. De discipline van dat fort was helemaal weg. Of moeten we dat dan zien? Ja. Of is die functie gewoon veranderd? Ja, of zit daar een nieuwe bevolking, een nieuwe populatie in dat fort? Ja, het is een populatie met een andere achtergrond. Dus niet meer militair, maar misschien burgerlijk? Het zijn wel militairen. Toch. Het zijn zeker militairen. Maar de officiële Romeinse levensstijl, waar dat badhuis eigenlijk symbool voor was. Een badhuis waar dat er niet alleen al ontspanning gebeurde, maar ook contracten afgesloten werden. Het sociale leven gebeurde. Dat hebben ze blijkbaar niet meer. Dat is blijkbaar niet meer belangrijk voor hen. Dat die waarden en normen die daarmee gepaard gaan. Nee, dat badhuis niet meer. Maar er zijn verschillende indicaties die erop wijzen dat er andere invloeden zijn. Vince, jij kan daar perfect op over vertellen. Ja, als we dit een beetje in zijn bredere context gaan trekken. Het is eigenlijk een heel complexe periode, dat kantelpunt, vanaf ongeveer het midden van de vierde eeuw tot het einde van de vijfde eeuw. Juist ook omdat we daar zo weinig bronnen van hebben. Maar een ding dat we dus standaard zien, is, zoals Sophie zei met het badhuis, zaken die vroeger puur Romeins waren, dat wij zouden zeggen van, dat is een mediterraanse kopie of aanpaste stijl hier, zien we dat de mensen niet meer zo interesseert. Ze gaan daar niet meer in investeren. En dat is heel lang dus gekoppeld geweest aan de Germaanse migranten. Van gaan zeggen van, er zijn nu heel veel Germanen binnengekomen die hebben andere waarden en dus die hebben daar geen nood aan. Dat is enkel maar dus een fractie van het verhaal, want zoals ik zei, het is complex. Want mocht het effectief zo simpel zijn, dan zouden we dat niet verwachten op zo'n korte periode, want juist ervoor hebben er wel nog traditioneel Romeinse kenmerken geweest. Wat we eigenlijk zien, is dat doorheen die heel late Romeinse periode, en dat zet zich ook verder, is dat we een verdere
assimilatie hebben, dus het vermengen van culturele gedachtegoed. Waar dat we dat eerder al gehad hebben, zoals we in de intro zeiden, tussen het Mediterraans-Romeinse en dan hier het Gallo-Romeinse, om het zo te zeggen. De provinciale attitude, krijgen we daar nu nog eens het resultaat bij van 2-3 eeuwen uitwisseling met Germaanse culturen. En dat is eerst gestart aan de grensgebieden, maar geleidelijk aan is dat in heel Gallië doorgedrongen. Dus je krijgt altijd zo'n mix van alles en nog wat. En nu uitzicht dat, doordat je daar met een gemengde groep zit, die anders kijkt naar hoe zo'n militaire gemeenschap eigenlijk zijn werk kan of moet doen. En dat is een groot verschil met daarvoor, waarin dat we toch nog wel een zeer reguliere Romeinse discipline hebben, zoals het ons doet denken aan de hoogdagen van het Romeinse leger. Betekent dat ook dat Romeins centraal gezag, dat ze minder contact hebben met dat... De kans het is echt meer een meer geïsoleerde fortgemeenschappen. Wat dat ook heel duidelijk is, dat er invloeden zijn van over de hele wereld, bij wijze van spreken. Een deel van die troepen in Oudenburg zijn duidelijk ook terugkerende soldaten vanuit het oosten. Want ik heb jullie verteld over dat hiaat en de occupatie, ergens tussen 306 en 380. Dat heeft er alles mee te maken dat de keizer toen, waarschijnlijk is het met keizer Valentinianus gebeurd, rond 370, of ietsje vroeger al keizer Julianus, maar die beide keizers hebben troepen naar het oosten gestuurd. Om daar te strijden tegen volkeren die druk aan het uitoefenen waren in het oosten. In 380 zie je dan die herbezetting van Oudenburg. En verschillende graven, dat mogen we niet vergeten, rond het fort. We hadden wel geen nederzetting meer, maar we hebben wel nog grafvelden. Waar dat we de overledenen hebben van wie in het fort leefde. Dus we kunnen eigenlijk in die laat-Romeinse grafvelden perfect de link maken tussen de doden en de levenden. Want daar kun je gebruiken uit afleiden die typisch zijn van een bepaalde cultuur, een bepaalde gemeenschap. We zien dat er daar vondsten zijn die verwijzen naar het oosten, naar het Donaugebied. We hebben zelfs een munt gehad. Er was een soldaat begraven met zijn beurs vol munten, waar dat er een deel van in Siskia, het huidige Sisak in Kroatië, geslagen zijn. Maar evengoed zijn er armbanden die identiek dezelfde zijn als in het fort van Portchester in Zuid-Engeland. Er komt heel veel binnen en heel veel uitwisseling. Ja. En hoe zit het eigenlijk? Want dat is traditioneel gekend, die 4e en 5e eeuw, die schoolplaten van vroeger met allerlei pijlen en goten en alle mannen en... Dus we hebben zo dat beeld van heel veel invasies en heel veel Saksen, Franken. Er komt hier van alles binnen. Er wordt zo de migratieperiode genoemd, de Völkerwanderungszeit, zoals het zo mooi in het Duits heet. Maar wat zie je dan van in de rest in Vlaanderen eigenlijk? Eigenlijk verschilt Oudenburg daar van de rest van Vlaanderen. Eigenlijk heeft het Romeinse Rijk eventjes een stop gezet op algemene migratie in dit deel van Europa en mobiliteit dat toen al rondging. Maar het Romeinse leger heeft even gezegd, oké, stop, we gaan hier ook een grens plaatsen, we gaan mobiliteit gaan controleren. En eigenlijk wat dat je weer krijgt, is een toename van mensen die binnenkomen, omwille van verschillende redenen in die late periode. Een groot deel waardoor dat mensen naar het Romeinse Rijk komen vanuit Germaanse verschillende regio's daaruit, is eigenlijk om deel te nemen aan dat Romeins leger. Als soldaat, als huurling, als ambachtsman, als economische handelaar of dergelijke. We zien dus dat dat een grote pullfactor geeft, waardoor dat mensen zich aangetrokken voelen. Dus laten we zeggen, Germanen, die worden eigenlijk Romeinen dan? Ja. Dat zijn dan die foederati of? Dat kunnen foederati zijn, ja. Dat zijn huurlingen? Ja, ongeveer. Het ligt een beetje moeilijker dan dat, ook omdat er geen eenduidige definitie is. Maar de term foederati wijst erop dat ze een verdrag hebben. Het zijn mensen die een contract aangegaan zijn met de Romeinse staat. Dus dat zijn Germanen die eigenlijk zeggen, oké, wij willen mee het Romeinse leger versterken. Ja, klopt. Ze worden werknemer van het Romeinse Rijk, om het zo te gaan zeggen. Daartegenover staan dan de laiti. En dat zijn dan, zogezegd, de gevangen genomen. Dat is dwangarbeid. En die krijgen ook een stukje grond, eventueel. Die worden ook geplaatst ergens. Nu, archeologisch kunnen we dat onderscheid heel moeilijk gaan maken. En die mensen zijn niet begraven met een certificaat aan hun teen gebonden. Dus dat gaat niet. Wat we wel zien, is in verschillende regio's, bijvoorbeeld de regio tussen de Schelde en de Leie, of de regio rond Tongeren, die ook nog een bloei kent in de 4e eeuw,
Ammianus zegt daarvan dat hij even groot en prachtig is als Keulen. Ja. Maar we zien dat daar rond... Misschien die figuur van Ammianus, dat is een belangrijke schrijver geweest, hè? Die, klopt. Hij was heel logisch, ja. Een officier die zichzelf beter een geschiedschrijver vond dan een militair. Mm-hmm. En die is in het zog van een keizer, Julianus, naar hier gekomen. Hij heeft een combinatie van militaire observatie, dus heel veel zaken naar toponiemen, naar geografie en dergelijke, klopt allemaal. Maar zijn verhaal is natuurlijk zeer propagandistisch. Mm-hmm. Hij wil zijn keizer in een goed daglicht stellen. Dus we moeten altijd een beetje bepaalde zaken met een korrel zout daarvan nemen. Dus dan moeten we dan toch beter naar de archeologische bronnen misschien gaan kijken, voor echt de objectieve waarheid. Allee, ja, zeker als we naar de hele problematiek van migratie dan moeten gaan kijken. Mm-hmm. Dan zien we dat dat gestructureerd is. Dus dat oud beeld met die pijlen, van ze komen hier maar binnen, dat mogen we lang van tafel vegen. Dus ze gingen hier niet met duizenden en duizenden tegelijk komen. Misschien dat wel een paar keer zal gebeurd zijn voor een ander doel, maar dan gaan ze hier niet blijven plakken zijn. Plundertochten bijvoorbeeld. Ja, of gewoon puur op doorstroom. Dat ze hier misschien dan aan de Rijn een zwakke plek hadden of aan de Noordzee om binnen te komen. Dat kan altijd, dat kunnen we niet uitsluiten. Het is archeologisch ook niet zichtbaar als ze niet elke stad in brand gestoken hebben die ze tegenkwamen. Nee, wat we eerder zien uit de archeologische bronnen, is het ontstaan van gewone nederzettingen, boerderijtjes, die niet in lokale traditie zijn. Die zijn in een traditie zoals we die kennen uit Nederland en Noordwest-Duitsland. Dus dat spreekt van ons dat er eigenlijk Germaanse gemeenschappen binnenkwamen. En het eerste huis dat ze maakten was natuurlijk in hun eigen traditie. Je kan niet gewoon naar je buur kijken en zijn huis namaken. Dat is de manier van bouwen effectief. Ja, klopt. En ook eventueel voorwerpen die ze meebrachten? Of? Daarvan hebben we altijd relatief weinig. Wat we wel vinden is aardewerk uiteraard, als archeoloog. Is dat 90% van ons brood, bij manier van spreken. Maar het interessante daarvan is, het is handgemaakt aardewerk. En in deze periode wil dat zeggen dat dat heel onwaarschijnlijk is dat dat gemaakt werd voor te verhandelen. Dus ons geeft dat het signaal dat die mensen dat voor eigen gebruik maakten. Een kookpot, een waterkan, kommen, borden. Maar het is juist dat aardewerk dat ze zelf maken dat zo interessant is. Want net zoals hun eerste huis, gaan ze dat ook doen in hun eigen traditie. En sommige van die zaken die wij terugvinden, gaan we gaan kijken naar de samenstelling. En dan zien we dat die afkomstig zijn uit andere gebieden, zoals Noord-Nederland, Noord-Duitsland, uit het Eifelgebied en dergelijke. En dat zijn dan de potten die ze meegebracht hebben. En heel opvallend is dat het binnenkomen van die migranten was niet gewoon dat de grenzen werden opengezet en iedereen kwam maar toe zoals ze wouden en zich gingen neerzetten waar ze wilden. Maar een heel mooi voorbeeld van Rondongeren is dat we in een straal van die 30 kilometer allemaal nieuwe Germaanse nederzettingen krijgen en de meeste op voormalige villa-terreinen. En dat zijn terreinen die doorheen de 3e en 4e eeuw verlaten geraakt zijn. Dus er is een duidelijk signaal dat vanuit Tongeren waarschijnlijk er iemand geprobeerd heeft om dat hinterland weer actief te krijgen, daar weer te gaan produceren. En die Romeinse figie van daar straks, en die zijn ook op dat moment misschien ook niet meer aangestuurd door dat Romeinse Rijk sowieso, maar zijn die verlaten of worden die ook hergebruikt? Ja, er zijn er een aantal sterk gereduceerd, een aantal verdwijnen inderdaad. Ja, maar die blijven nog altijd wel in de 4e eeuw een tijd echt Romeins, laten we zeggen. Ja, zeker zo. We zien bijvoorbeeld een mooi voorbeeldje in Kortrijk, waarbij dat de bewoningskern gewoon inkrimpt, maar wel nog altijd rond de leier blijft bestaan. En daar zien we eigenlijk het natuurlijk proces. Dat is weer niet gebeurd dat ze zagen Germanen komen en zijn allemaal lopend weggelopen, want dan zouden ze 5 jaar later hebben zien terugkomen. Je hebt dan die Romeinen, maar dat kunnen eventueel ook wel op dat moment ex-Germaan, laten we ze noemen, zijn. En die mensen hier toekomen, kan ook gewoon familie zijn, verre familie bijvoorbeeld. Klopt. Dus dat kan een heel vredevolle uitwisseling zijn ook. Dus dat kan ook een manier zijn van migratie. Ja, klopt. We moeten gewoon denken in een realistisch wereldbeeld. Er is zowel geweld als dat er vrede aan de gang. Het is nooit zwart-wit. Ja. En we zitten met een paar, smeltkroes-omgevingen, wordt dat dan genoemd. En dat is een grensstreek bijvoorbeeld, of het leger, waarin je heel veel mensen uit verschillende achtergronden samenzet en daar een nieuw product van maakt, om het even zo uit te drukken. En heel waarschijnlijk zitten we in het midden van de 4e eeuw, met de fase waar we met Sofie over spraken, daar met dat kantelpunt. Is waarin dat er veel mensen die nog van het oude, de oude Gallo-Romeinse stempel, om het dan zo te gaan zeggen, weggetrokken worden, waardoor dat er ook meer opportuniteiten zijn voor die nieuwkomers,
die wel Romeins zijn op hun eigen manier, maar met Germaanse achtergrond of gemengd of dergelijke. Ja. En eigenlijk geeft dat een heel, alleen voor mij genuanceerder beeld. Ik hoor precies vertellen, de nederzettingen, die zijn de wiki, de kleine nederzettingen, daar leeft eigenlijk die Romeinse traditie langer door. Het is vooral het platteland dat germaniseert. Zouden we het zo mogen samenvatten? Ja, dus heel kort door de bocht natuurlijk, ja. Maar ik denk als algemeen patroon klopt. En het is daaruit dat we ook zien dat eigenlijk het zaad voor wat dat bij ons dan kenmerkend voor de vroege middeleeuwen gaat zijn, echt dat Germaans karakter, dat begint hier te ontkiemen. Maar we moeten daar naar kijken dat er erfgoed is van alle kanten. Dus in dat heel typisch Germaans vanuit de vroege middeleeuwen bij ons zit natuurlijk die Romeinse traditie van die vierde en vijfde eeuw waar we nu dus vandaag zoveel over vertellen. Feit is wel dat onze streken minder dichtbevolkt zijn. Mm-hmm. Ja, ja. En in Oudenburg wordt dat eigenlijk een zeer geïsoleerde gemeenschap. Mm. Dat is eigenlijk het Romeins fort in een vrij verlaten landschap. Ja. Voelden zij zich nog als behorend tot het Romeinse Rijk? Je ziet wel dat die machtssymbolen van het Romeinse Rijk, dat die blijven wel, militairen of, ja. echt wel nog steeds gebruikt werd. Ja. Maar hoe dat ultieme einde van Oudenburg, of van militair Oudenburg, of Romeins militair Oudenburg, dat is zeer moeilijk te grijpen. Ja. We denken nu eerder aan rond 430, heeft. Ja. Maar eigenlijk gaat dat waarschijnlijk overgaan van een legereenheid naar eerder een bende, die onder een soort van warlord, een krijgsheer komt te staan. Ja. En dat dan eigenlijk zo evolueert. Die bende, dat klinkt nu zo heel denigrerend. Ja. Ja. Want eigenlijk, we zien wel van het grafveld, zoals er juist gezegd, er zijn die Romeinse symbolen, zitten daar nog altijd in van het begin van de vijfde eeuw. Dus op zijn minst, de mensen die macht hadden, zochten aansluiting met het Romeinse Rijk, met het Romeinse macht van het Mediterraans gebied. Bijvoorbeeld heel kenmerkend voor die periode zijn grote mantelspelden die gedragen worden, die goud of verguld zijn, of in, heel hard in brons opgeblonken, zoals het goud lijkt. Maar die zien we ook iconografisch op... Dat zijn dan die kruisboog. Ja, drie knoppen fibula wordt dat genoemd, kruisboog fibula. Die zien we terug op fresco's, op sculpturen. Bijvoorbeeld als je gewoon op vakantie gaat naar Rome en je gaat naar de boog van Constantijn en je kan ze niet zien, want het is vrij hoog, maar op van die sculpturen zien we effectief mensen dat gaan dragen. In de kerk van Ravenna bijvoorbeeld is er ook een mozaïek te zien waar de entourage van de keizer al die spelden op hun schouders heeft. Dus dat zijn enkel maar de hoge pieten, om het zo te gaan zeggen, dat mogen dragen. En dat is een soort van badge. En die vinden wij ook nog altijd hier. Ja. Dus dat is zo Romeins als het komt. Ja. En doorheen die late Romeinse periode wordt het militaire heel belangrijk als een identiteitsaspect van het Romeinse. Dus de Romeinen waren al vrij gewelddadig. Rekent daar nog dan eens de Germaanse bij, die ook niet vies waren van een beetje geweld. Dus in die mannelijke cultuur wordt dat heel belangrijk om die militaire stijl te gaan aannemen. En bij ons zien we dat dan door een zware mantel, die met die mantelspeld wordt samengehouden. Ja. In Oudenburg, in het grafveld, dat opgegraven is in de jaren 1960, uit de vierde, begin vijfde eeuw, zijn er maar liefst 33 van die fibulae aangetroffen in de graven. En dat is de grootste collectie voor Noordwest-Europa nog steeds. Ongeveer de helft van die fibulae zit in die rijke eerste helft van de vierde eeuw, in die fortperiode die het officiële Romeinse levensstijl, karakter weerspiegelt. Maar de andere helft zit in die laatste fase, waarbij dat karakter helemaal veranderd is. Dus dan nog steeds komt er nog blijft dat een heel belangrijk symbool. Dus die mensen die fibulae droegen, die mantelspelden droegen, die toonden daarmee dat ze eigenlijk wel, of die wilden uitdrukken dat ze zich Romeins voelden. Waren ze niet Romeins? Of, de kans is, weten we dat eigenlijk? De kans is groot dat we dat moeten zien in termen van connectie. Is dat zij in communicatie, in connectie zij stonden met... Zij identificeren zich met... Maar we weten wel dat op het moment dat de troepen uit Britannia worden weggetrokken rond 410 na Christus, dat er hier nog altijd mensen rondlopen die ervan overtuigd zijn dat het Romeinse Rijk nog, dat alles nog goed gaat. Ja, het is ook in 410 dat daar Rome zelf eigenlijk wordt geplunderd door de goten, de Visigoten eigenlijk. Ja. Maar dat voorval zal niet tot bij ons als nieuws geraakt zijn. Zo nooit de notie hebben gehad van, oei, Rome is gevallen.
in Oudenburg? Dat denk ik wel. We zien nog altijd bijvoorbeeld de Rijn is een heel bloeiende handelsader. Hm. En die handelsader die heeft geen last van het vallen van een rijk of niet. Ja. Die start ergens op in de 3e eeuw en die komt heel goed tot bloei, 4e tot 6e eeuw. Maar we zien, dat vormt een soort van Noord-Zuid levensader doorheen West-Europa. Dus ook nieuws ging gereisd hebben. Dus ik denk wel dat ze dat hier gaan geweten hebben. Ik weet gewoon niet hoeveel tijd dat er tussen zat, maar zeker geen jaren. Dus langs de Rijn was het toch wel een belangrijk Romeinse centrum eigenlijk. Ja, enorm. Ja. Maar dat moet toch een enorme slag geweest zijn ook. Hè? Het centrum dat eigenlijk wegvalt, het centrum van het Romeinse Rijk valt weg. En welk impact heeft dat hier gehad? Eigenlijk moeten we dat een beetje nuanceren, want de hoofdstad van het Romeinse Rijk toen, bij ons, was Trier, in de Moezel. Maar eigenlijk, de keizer zat niet meer in Rome. De keizer reisde rond langs de grenzen, want er was allang vastgesteld van de macht bevindt zich eigenlijk aan de grenzen zelf, omdat daar die opportuniteit was om je te bewijzen. En daar ging dus de macht naartoe, het geld naartoe. Dus de keizer ging dat ook doen. En eigenlijk voor ons zat hij in Trier en in Italië zat hij in Ravenna. En dus eigenlijk het gaan invallen van Rome was meer een symbolische mokerslag dan effectief een politiek-economische mokerslag. Want de echte machtscentra zaten daar niet meer. En als we even terug gaan naar Oudenburg, zien we daar ook dan die sporen van... Je hebt er straks al gezegd dat heel veel verschillende invloeden merkbaar zijn in de materiële cultuur. En dus vooral in de grafvelden zien we dat. Ja. Ja, het is bijvoorbeeld frappant. We hebben een heel mooie collectie ook van bewaarde Romeinse schoenen. En dan zie je dat er schoenen zijn waarbij dat de versieringen wijzen naar de Germaanse wereld. Maar de techniek waarmee dat de schoenen gemaakt zijn, is wel Romeins. Dus er is echt een nieuwe cultuur ontstaan. Er is aardewerk in Germaanse stijl, maar het is hier gemaakt. Ja. Dus het is precies alsof dat ze willen of ervan houden om een soort van Germaanse identiteit te etaleren. Dat heeft een bepaalde betekenis. Dus ze streven daar precies naar. Maar of dat zelf Germanen zijn, het zal er zeker zijn. Maar zeker niet allemaal. Ja, die smeltkroes, waar dat Vince al over... Dus het is inderdaad niet zo eenduidig als, als pijltjes op een kaart. Het is eigenlijk een grote smeltkroes, als gezegd. Een complexe verhaal. Ik hoorde u zeggen 430 na Christus. Een paar jaar later krijgen we eigenlijk weer een nieuwe fase. Traditioneel begint eigenlijk... Laten we de vroege middeleeuwen beginnen met het Merovingische Rijk. Met koning Childeric. Ik ben het ook vergeten. Die komt aan de macht van het Merovingische Rijk. Maar eigenlijk is daar ook zelfs niks nieuws onder de zon. Childeric of wie dan ook, was eigenlijk ook een Romein. Ja, klopt. Eigenlijk, de enige reden waarom dat we spreken van het verval van het West-Romeinse Rijk in de 5e eeuw, is omdat het niet teruggekomen is. Het had evengoed kunnen stoppen met de 3e eeuw. En die mensen die toen leefden, die wisten ook niet dat het niet meer zo ging zijn. Er zijn zelf in de 6e eeuw nog pogingen geweest van het Oost-Romeinse Rijk om dat West-Romeinse Rijk terug bij te schaven. Ik geloof dat Childeric zelf was ook afkomstig van een aristocratische Romeinse familie. Ja, klopt. Dus die had nog wel dat Romeins bloed, die Romeinse gedachtegang. Ja, en we zien dat heel goed in zijn grafassemblage. En dat komt perfect overeen met bijvoorbeeld grafgoederen die we ook in de grafvelden zoals van Oudenburg vinden. Dus die heeft ook een kruisboogfibula en zo'n drieknoppenfibula. Maar we vinden ook een ring met een inscriptie op die aanduidt dat hij zich identificeert als koning Childeric. Ja. En dat is wel een Germaans aspect. Dus we zien dat de materiële cultuur ook wel heel hard die vermenging daarin aanwijst. En we kunnen er dus van uitgaan, omdat juist die belangrijke fibula daar gevonden is, dat Childeric wel nog in contact stond met het Romeinse Rijk. En dus vermoedelijk regeerde zoals zijn Romeinse voorgangers. Dus de kans is groot dat hij hier nog altijd als een soort van steward eigenlijk op de provincie paste, in afwachting van actie vanuit het Mediterraans gebied, dat er dan spijtig genoeg niet gekomen is. En zo kunnen we ons inbeelden, hoewel dat onze collega's in de volgende aflevering daar mogelijk andere beelden op hebben, dat het met zijn zoon is, met Clovis, die zei van, pa, het is genoeg geweest met je oude rommel, we gaan niet meer wachten, we doen iets anders. Ja. En dan start er iets nieuws. Ja, klopt. Ik denk dat we hier ongeveer mee kunnen afsluiten. Misschien nog een laatste conclusie. Hebben de barbaren echt onze kusten overspoeld in de late Romeinse periode? Nee, toch niet. Of het moet zijn dat er in Oudenburg een keer een goede barbecue was. Ja.
Nee. Goed, dankjewel Vince en Sophie voor deze interessante babbel. Ik denk dat ons licht al een beetje aangegaan is over de Dark Ages. Voor de volgende aflevering van de Archeotoog gaan we eigenlijk landinwaarts naar Tongeren. En daar kijken we hopelijk hoe dat die Dark Ages verder zich wat meer oplichten. Hopelijk met een stukje Limburgse vlaai erbij. Meer info en linken naar sites komen in de show notes bij de aflevering. De link naar jouw boek zullen we erbij zetten, naar waar je het boek aan aanschaffen. Ook plaatsen die je kan bezoeken, bijvoorbeeld het Raam Oudenburg, die op dit moment wel gesloten is, maar in de zomer van 2024, dacht ik, normaal gezien heropend in een nieuw jasje. Ja. Bedankt ook aan Dirk Gorrebeek en aan alle medewerkers van de Heemkundige Kring Wissekerke voor hun gastvrijheid, want onze Archeotoog heeft vandaag gestaan in hun café en museum in Basel, bij Kruibeke. En het is zeker een aanrader, hè? Absoluut een bezoekje waard. En nog vermelden, ook voor de vorige afleveringen trouwens, dat deze podcast niet tot stand kan komen zonder onze collega's Marleen, die meewerkt aan de scenario's, Ludwine en Chris, die hard werken aan de regie. En als wat nodig is om deze aflevering tot bij jullie, de luisteraars, te krijgen. Ja, en als jullie nog meer willen weten, voor foto's, links naar luisterplatformen en achtergrondinformatie, kan je terecht bij de show notes van deze aflevering op www.onroerenderfgoed.be/de-archeotoog. Tot de volgende keer, of zoals de laatste Romein in Oudenburg misschien ooit zei, donec iterum. Of was dat misschien toch gewoon tot de naaste keer? Is dat met jou oké? Tot de naaste keer. Tot de naaste keer? Oh ja. Ja. Oké, laten we gewoon klinken en dan iets drinken, want ik heb er dorst van. Ja, super. School? Ja, school hè. Goed.